Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben steeds meer vrouwelijke commissarissen. Was het vorig jaar, eind augustus 2012, nog 13,7%, 31 augustus 2013 zitten we al op 18%. Ja, helaas heeft de toegenomen aandacht voor meer diversiteit niet geleid tot meer vrouwelijke bestuurders. We hebben er per saldo eentje bij gekregen dit jaar. Dat betekent een procentuele stijging van 4,1% in 2012 naar 4,7% in 2013. Daar blijven we fors achter bij het Europese gemiddelde. Ja, de stijging in de Raden van Commissarissen is dus fors. We zitten hiermee op track voor 30% in 2016. Het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft fors achter bij het doel. Als je kijkt naar de Nederlandse quotaregels, dan moeten we dus 30% vrouwen hebben in de Raden van Commissaris en 30% vrouwen in de Raden van Bestuur per 1 januari 2016. Op dit moment voldoet geen enkel Nederlands bedrijf formeel aan die criteria. PostNL zit er heel erg dichtbij, heeft 50% vrouwen in de Raad van Bestuur en 29% vrouwen in de Raad van Commissarissen, dus bijna de 30%. Als we kijken naar het Europese quota, daar wordt gevraagd 40% vrouwen in de Raden van Commissarissen alleen per 2020. Er zijn op dit moment al 4 bedrijven die daaraan voldoen. Unilever, DSM, Wessane en DE Master Blenders. Ja, de Female Board Index die rangschikt bedrijven aan de hand van het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Je zakt dus op de ranglijst naarmate je minder vrouwen hebt en een grotere Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebt. Want je hebt dan simpelweg meer kansen om een vrouw te benoemen. En er zijn nog steeds 32 bedrijven van de 85 die geen enkele vrouw hebben, niet in de Raad van Bestuur en niet in de Raad van Commissarissen. Dit is wel voor het eerst dat we een meerderheid hebben van de 85 bedrijven die wel een vrouw hebben benoemd in hun Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen. Maar er zijn er dus nog steeds 32 met 0% vrouwen. Diversiteit wordt heel vaak aangegeven door 2 soorten argumenten. Je hebt de morele argumenten, die gaan heel erg over gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke inzet, waardoor vrouwen recht zouden hebben om ook die posities in de boardroom te bezetten. Die gaan heel erg over, dan krijg je dus argumenten over deeltijdwerken, parttime werken, en dan zou je zo het percentage moeten kunnen uitrekenen dat recht zou hebben op een positie in de top. Bedrijfseconomische argumenten, vanuit mijn perspectief veel interessanter, gaan er veel meer over waarom het belangrijk is voor een bedrijf een diverse top te hebben. Omdat ze daarmee een betere afspiegeling zijn van de maatschappij, omdat ze beter contact hebben met de verschillende stakeholders, omdat ze een beter gevoel hebben voor wat de werknemers beleeft, dat ze innovatiever zijn, omdat ze veel meer perspectieven in ogenschouw nemen. En ook vanuit mijn vakgebied Corporate Governance raakt het aan veel aspecten die een onderdeel zouden zijn van good governance. Denk aan onafhankelijk toezicht. Een meer diverse raad zou kritischer zijn, zou onafhankelijker zijn en zou meerdere perspectieven overwegen. Een eerlijk, transparantere besluitvorming en, zoals net ook al gezegd, een beter contact met de verschillende stakeholders. Dus vanuit die perspectieven is het vanuit bedrijfseconomisch belang belangrijk om meer vrouwen te hebben in de top van de organisatie. Ik denk ook dat dat de reden is dat ook bedrijven diversiteit steeds meer omarmen. We hebben wel een wettelijk streefgetal gekregen, maar ik vraag me af of dat nou echt de driver is achter het grote aantal benoemingen dit jaar. Ik denk werkelijk dat bedrijven zich zeer bewust zijn van het bedrijfseconomische belang van meer diversiteit. De cijfers zijn in eerste instantie positief voor Nederland. Hoe zie je die ontwikkeling voortgaan? Ja, voor de Raden van Commissarissen zitten we dus op het goede pad. Als we met hetzelfde groeipercentage als afgelopen jaar doorgaan, dan zitten we in 2016 op 30% vrouwelijke commissarissen. Geen probleem dus. De vrouwelijke bestuurders blijven we achter. Plus 1 afgelopen jaar is erg weinig. Toch denk ik dat de toegenomen vrouwelijke commissarissen ook zal bijdragen aan bij de benoeming van nieuwe bestuurders, waar zij tenslotte ook mede verantwoordelijk voor zijn, zullen zorgen dat ook het aantal vrouwelijke bestuurders zal toenemen. Het is hiervoor wel van belang dat ook de Raad van Commissarissen zich echt bezighoudt met de pijplijn. Dus het benoemingsproces tot aan de Raad van Bestuur. Dus niet alleen de Raad van Bestuur, maar wat komt daar onderaan om te zorgen dat de aanwas voor potentiële vrouwelijke bestuurders ook binnen de organisatie zelf groeit.
Want het steeds maar buiten de onderneming halen is voor bestuurders geen ideale oplossing.